Hier is voorlopig Troepé. Voorzet is scherp. Te scherp. Kan Hooy niet bij. Dat bleek me niet helemaal reglementair in worden. Dat mag door. Meijers. Oh, lekker chipje zeg. Het gevoel legt hij de bal in het strafschopgebied. Hooy. Dekker. Vindt hij ruimte voor een voorzet? Ja, is die goed? Ja. Nation scoort alleen niet. Daar is zijn eerste echte kans als spits van ADO. En het is er eentje waarvan je eigenlijk wel verwacht dat hij die ook meteen maakt. Fortes. Schouten. Speelt uit de jeugdopleiding van ADO met een lekkere bal. Hele goede paas. En het levert een halve kans op voor Mesut. Balbezit blijft voor Excelsior. Bruins zoekt, Bruins vindt en daar is Andersson bijna met een serieuze doelpoging, maar hij schampt de bal slechts. Matthijs en Nesit. Oeh, Matthijs in de fout. Nesit, volgende kans voor hem. En hij kapt, legt hem breed. Ah, vervelend voor Hooy. Die krijgt die bal achter zich, maar met een penalty. Hij tikt hem aan, zo zegt Blom. Het is dramatisch verdedigen, eigenlijk tot twee keer toe van Excelsior. Want ADO speelt het helemaal niet goed uit. Eerst Matthijs, die de bal er zomaar inlevert. Dat is al niet al te best. Dan is de paas van Nesit vervolgens op Hooy helemaal niet zo goed. Want hij krijgt de bal half achter zich en tikt Burnett hem aan. Scoort hij nu gewoon meteen. Ja, nu is het weer raak voor El Kayati. 1-0 voor ADO, dankzij gepruts achterin bij Excelsior. Schouten. Immers. Ja, die kan meegeven. Dit is geen buitenspel voor Becker. Het ligt toch weer behoorlijk open. Hij kan hem gewoon zelf maken. Hij doet het alleen niet. Schiet hem recht op Stevens. Wat een kans voor Becker op 0-2. Waar is de verdediging van Excelsior? Excelsior er dus nu uit. Goed balletje dit op Schouten. Wat apart verdedigd, maar wel goed verdedigd door Kanon. El Kayati, Becker staat weer. En het ligt meteen weer toch vrij snel open hoor bij Excelsior. Want daar is Becker maar weer eens. Vindt hij iemand voor het doel? Oh nee. ADO speelt het belabberd uit. Met meer zorgvuldigheid, met meer scherpte in en rond het strafschopgebied. Dan had ADO al vaker kunnen scoren. Omarsson, Kolwijk. Kolwijk, fraaie actie. Prachtig gedaan, maar dan met buitenkant links. Probeert hij in de verre hoek te krullen en die bal heeft Groothuizen. El Kayati. Becker. Geen slechte voorzet. Burnett komt weg. Schot van Troepé. Groothuizen. Controle bij Nesit. Krijgt hij hem bij Immers? Ja. Immers weet waar de bal naartoe moet. Krijgt hem bij Malone. Die besluit maar uit te halen. En schiet hem een beetje naast. Veel druk van ADO. Veel dreiging van ADO. Maar slechts één treffer. Meijers. Dan kan El Kayati door. Ja, natuurlijk voordeel. Goed gegeven door Blom. Heeft Immers bij de tweede paal. Zelf kan ook Stevens red. Nog eens El Kayati. Kan hij die banden gewoon weer oppikken? Bij Excelsior grijpen ze totaal niet in. Immers, El Kayati. Legt hem op het hoofd van Troepé, notabene. Troepé, nou, nog 20 seconden te gaan. Dan zou je zeggen, de bal vooral maar in de ploeg houden. Maar
Hij bereikt Nesit, dat is natuurlijk ook goed, want dan kan ADO wellicht nog zelfs een keer gevaarlijk worden. El Kayati, Becker bij zich. Dreigen met het schot, hij krult hem, maar gewoon in! Fenomenaal doelpunt van de beste voetballer van ADO Den Haag. Hij scoort zo makkelijk, hij heeft zoveel gevoel in die voet. Even dreigen en wat krult je hem er schitterend in. Voorzet is goed. Maar som. Koolwijk. Vrij trap voor Omerson. Wat meer aanwezig in de wedstrijd, de spits van Excelsior. Koolwijk meet ze passen nog eens uit. Namudov neemt. En neemt hem niet eens zo heel gek. Maar Groothuizen zit erbij en hoeft hem niet aan te raken. Nesit, geen overtreding. Dan is Nesit hier dus kansrijk. Ja. Geslalom. Nesit legt klaar. Elke jaar had hij nog maar eens schieten. En het is weer raak. Het is zijn derde doelpunt van de wedstrijd. En daarmee is de man van de wedstrijd al vroeg bekend, zou je zeggen. Nesit krijgt weer een assist op zijn naam. Dat was ook zo bij de tweede treffer van Elke Jati. Meijers. El Kayati, nog maar rust. El Kayati, dit is toch niet normaal? Dit is serieus niet normaal? Dat zijn er vier. Dat is drie doelpunten van buiten de 16. Eentje vanaf 11 meter. Dat kan niet, dat weten we al een tijdje. En van buiten de 16 legt hij de een na de ander in de hoek buiten het bereik van Stevens. En nu is Andersson weg en kan Excelsior tegen gaan scoren. Andersson, hoek lastig. Maar knap gemaakt hoor. Fraaie treffer als notabene elke ja, die balverlies leidt. De hoek, dusdanig dat je zou zeggen, die moet voor de keeper zijn. Maar Andersson schiet hem buiten het bereik van Groothuizen. In de verre hoek. 1-4. Andersson. Namudov. Krult hem er ook lekker in. Het is 2-4. Het is niet de wedstrijd van de lelijke doelpunten. Laten we het daarop houden. En Excelsior maakt het toch weer een beetje spannend in een paar minuten tijd. 2-4. Gaat ADO in paniek raken? Gaat Excelsior hernieuwde energie krijgen? Ja, het antwoord op die tweede vraag is in ieder geval ja. Excelsior heeft weer energie. Beetje nieuw, een beetje trekken. Beugelsdijk komt weg. Fortes, Koolwijk, Immers. Onderschep weer door. Fortes. Andersson. Voorzet van Andersson. Komt nog aan bij Mamutov. En de reef van Groothuis is goed. Om de 3-4 te voorkomen. Dit is de Eredivisie. Dit is niet gespeeld op het moment dat een ploeg met 4-0 voor staat. Edwards krijgt hij de bal goed voor. Dat zou nu dan zo'n beetje moeten gebeuren. Bruins misschien. Namudov laat. Koolwijk met zijn linker. Kies voor de paas. Ah, dat was wel goed bedacht. Niet goed uitgevoerd. Schouten. Lastige bal dit voor Namudov. Van Hadouille. Fortes probeert zich aan te bieden. Het gaat naar Edwards. Wat kan de nieuwe man? Eén man kwijt. Edwards. Het is vooral veel kappen en nog niet heel veel schieten. Nu is hij er wel langs.
kapt hij nog een keer. Op een gegeven moment moet er toch een voorzet gaan komen. Matthij kopt. Beugelsdijk, ja, dat is een overtreding. Dan schiet Matthij die bal er wel in. Maar natuurlijk hield de Hadouier vast. Boze blik. Je mag dit als publiekswissel beschouwen. Hij wordt dus vervangen door een verdediger, Nick Kuipers. 4 treffers. Mamoudov. En Groothuizen heeft hem. Pak hem gewoon in je handen. Lijkt Heugelsdijk te zeggen. En dan is het afgelopen. ADO wint met 4-2 bij Excelsior. Wat nog een beetje spannend in de slotfase. Maar de man van de wedstrijd is natuurlijk snel gevonden. Hij doet het de dag nadat de transfermarkt is gesloten. En wat zullen ze daarmee blij zijn in Den Haag?